In deze video bespreken we nieuwe inzichtsvragen van het CBR. Blijf dus zeker kijken. De eerste vraag. Mogen wij zonder te stoppen doorrijden? Nee, dit mag niet. De doorgang is niet groot genoeg voor twee auto's om elkaar te passeren. Het rood ronde bord geeft aan dat wij de tegenligger voor moeten laten gaan. Dus je moet stoppen en voorrang verlenen aan de grijze auto. Kwam er geen auto aan, dan mocht je wel zonder te stoppen doorrijden. Kan een glas bier na anderhalf uur nog invloed hebben op je rijgedrag? Jazeker, ook al is de alcohol in je bloed al afgebroken, kan het nog steeds van invloed zijn op je rijgedrag. Zomer komt er aan, dus je moet hem echt wel je rijbewijs van halen. Hoe ga je anders al je situationships ophalen? Bij Theorie Foutloos bereiden we je volledig voor op het theorie-examen, zodat jij in één keer kan slagen. En niet geslaagd geld treft, je hebt dus helemaal niks te verliezen. Klik de link hieronder en zien wij je bij de cursus. Je bestuurder is 18 jaar oud. Wat is de maximale toegestane waarde alcohol in het bloed? Dit is 0,2 promiel. Dat is gelijk aan 88 microgram. Dus stel dat je meer dan 0,2 promiel gedronken hebt, dan mag je dus geen snor of bromfiets besturen. Maar mag je nu wel fietsen? Nee, bij een te hoge waarde alcohol in het bloed is het ook verboden om te fietsen. Wist jij dat al? We gaan naar de volgende vraag. In welke situatie kun je bestuurders van rechts verwachten? Kun je in situatie 1, situatie 2 of in beide situaties bestuurders van rechts verwachten? We gaan eerst naar situatie 2 kijken. Het bord heeft de vorm van een O. Dus dit betekent dat er overal verkeer vandaan kan komen. Van links, rechts, overal. Dus in situatie 2 kun je dus bestuurders van rechts verwachten. Het bord in situatie 1 geeft een eenrichtingsweg aan. Het verkeer gaat dus in één richting. En in dit geval gaat het verkeer van links naar rechts. Dus kan het verkeer alleen van links komen. Alleen in situatie 2 kunnen we bestuurders van rechts verwachten. Je rijdt op de uitvoegstrook van de autosnelweg. Waar moet je op letten? Je moet op een aantal dingen letten als je rijdt op een uitvoegstrook. Allereerst mag je bij het uitvoegen op de autosnelweg pas je richtingaanwijzer uitzetten zodra je de blokmarkeringen voorbij gereden bent. Dus zet pas je richtingaanwijzer uit als je niet meer de mogelijkheid hebt om toch de autosnelweg te blijven volgen. Schakel je de richtingaanwijzer namelijk eerder uit, zoals nu, dan is het voor de blauwe auto niet helemaal duidelijk wat je van plan bent. Voor hetzelfde geld voeg je toch nog in op de autosnelweg en hier zal de blauwe auto dan weer op moeten anticiperen. Schakel dus echt pas na de blokmarkeringen je richtingaanwijzer uit. Verder kan het CBR vragen of je op dit moment toch nog de autosnelweg mag volgen. Dan antwoord jij natuurlijk nee. Je bent namelijk de eerste markering van de afrit al voorbij en ben je deze pijl al voorbij, dan mag je niet meer van keuze veranderen en moet je op de uitvoegstrook blijven rijden. Wil je alle vragen die je op het CBR-examen kunt verwachten op deze manier perfect uitgelegd krijgen? Bekijk dan zeker onze cursus op onze website. Niet geslaagd is je geld terug. Je hebt dus niks te verliezen. Klik de link in de beschrijving om naar onze website te gaan. Kunt u brandstof besparen door cruise control te gebruiken? Cruise control is een handigheidje van een auto die ervoor zorgt dat de auto een constante snelheid aanhoudt zonder dat de bestuurder het gaspedaal hoeft in te drukken. Dus bij het gebruik van cruise control hoef je geen gas te geven en blijf je toch dezelfde snelheid rijden. Cruise control zorgt er dus voor dat je een constante snelheid blijft rijden. Dus kan je hiermee brandstof besparen? Jazeker! Wat is het nadeel van cruise control? Het nadeel van cruise control is dat je oplettendheid afneemt, want je hoeft de auto bijna niet meer te besturen. Op welke rijstrook is de kans op aquaplaning het grootst? Aquaplaning is als de profielen van je banden opgevuld zijn met water. Het water kan dan niet weg en dan rijd je als het ware over een film van water, waardoor je geen directe grip meer hebt op de weg. Dus je glijdt eigenlijk over de weg en hebt geen controle over het voertuig. Aquaplaning vindt meestal plaats als het regent of net geregend heeft en er nog flinke plassen op de weg liggen. Waar denk je dat de kans op aquaplaning het grootst is? Dit is de rijstrook met de meeste spoorvorming. Spoorvorming is achtergebleven rubber van de banden op het wegdek en door de spoorvorming blijft het water makkelijk op het wegdek liggen, waardoor de kans dat je banden worden opgevuld met water en dus aquaplaning ontstaat het grootst is. De rijstrook met de meeste spoorvorming is de rijstrook waar het meest gereden wordt en dit is natuurlijk rijstrook C. In Nederland moeten we zoveel mogelijk rechts rijden, dus op rijstrook C zien we de meeste spoorvorming en is de kans op aquaplaning dus het grootst. Het juiste antwoord is rijstrook C. Je rijdt op deze weg. Wat is je maximum snelheid?
Er zijn geen borden langs de weg te zien, dus kijken we naar de streep op het wegdek. We zien een groene streep in het midden, dus denken we aan het groene 100 euro biljet. De maximum snelheid is dus 100 km per uur. We gaan door naar een nieuwe vraag. Je rijdt 50 km per uur en het verkeerslicht springt op oranje. Moet je stoppen? De regel bij oranje licht is dat als je kan stoppen, dat je ook moet stoppen. Je rijdt op dit moment 50 km per uur. Kun je, denk je, als je nu stopt nog voor het verkeerslicht tot stilstand komen? Nee, natuurlijk niet. Je kan nu niet op tijd stoppen, dus dan hoef je niet te stoppen. Het antwoord is nee. Je hoeft niet te stoppen en mag door oranje rijden. Nu rijd je 20 km per uur. Het verkeerslicht springt op oranje. Moet je stoppen? Nu is het antwoord wel ja. Met een snelheid van 20 km per uur kun je gemakkelijk voor het verkeerslicht stoppen. En springt het verkeerslicht op oranje en het is mogelijk om te stoppen, dan moet je stoppen. Stop met het geld spillen aan jouw theorie-examen. Elke dag zakken er superveel leerlingen door de moeilijke vraag van het CBR. Gelukkig zijn wij er om jou te helpen. In onze cursus die al tienduizenden leerlingen geholpen heeft om te slagen, word je volledig voorbereid zodat jij in één keer zal slagen bij het CBR. En niet geslaagd is geld terug. Je hebt dus niks te verliezen. Klik de link hieronder en zien wij je bij de cursus. Je rijdt hier met de aanhangwagen. Waar moet je op letten? Bij het rijden met een auto met aanhangwagen moet je op een aantal dingen letten. Allereerst mag je niet rijden met losliggende voorwerpen in de aanhangwagen. Nu rijd je met allemaal losliggende bladeren in de aanhangwagen en dit is verboden. De bladeren kunnen namelijk bij elke windvlaag of bij iets te hard op de rem drukken uit de aanhangwagen vallen. En om te voorkomen dat er straks allemaal losliggende bladeren op de stoep liggen, ben je dus verplicht losliggende voorwerpen te bedekken met een net. Het net zal er namelijk voor zorgen dat alles netjes in de aanhangwagen blijft. Verder is het je misschien opgevallen dat de aanhangwagen een geel kentekenplaat heeft. Maar weet jij de regels van wanneer de aanhangwagen een wit of geel kentekenplaat moet hebben al? Zo ja, dan had je al opgemerkt dat we in dit voorbeeld de verkeerde kleur kentekenplaat hebben. Een aanhangwagen moet namelijk pas een geel kentekenplaat hebben als de aanhangwagen zwaarder is dan 750 kilo. En nu liggen er alleen maar bladeren in de aanhangwagen en dit weegt bij elkaar natuurlijk nooit 750 kilo. Bladeren zijn namelijk heel dicht. De aanhangwagen moet in dit geval dus een wit kentekenplaat hebben. Stel dat er wordt gevraagd naar de minimale profieldiepte van een reserveband. Wat is dan het juiste antwoord? Dan is het juiste antwoord gewoon 1,6 mm. Van elke autoband, met uitzondering van een winterband, is de minimale profieldiepte 1,6 mm. Dus een reserveband, maar ook een aanhangwagenband, heeft een minimale profieldiepte van 1,6 mm. De volgende vraag. We zien dit bord langs de weg. Waar moeten we rekening mee houden? We moeten er rekening mee houden dat bromfietsers hier de rijbaan op zullen rijden. Het blauwe bord met het plaatje van de fietser geeft namelijk aan dat vanaf nu het roze pad alleen bestemd is voor fietsers en snorfietsers. Bromfietsers moeten dus nu de rijbaan gebruiken en dit rood-witte bord met een bromfietser erop geeft dit dus ook aan. Dit was alweer de laatste vraag van het examen op YouTube. Bedankt voor het kijken. En vergeet zeker niet onze cursus te bekijken als je volledig voorbereid het CBR autotheorie examen in wil gaan.